Ik ben Harold van den Broek. Ik ben landschapsarchitect bij de gemeente Breda. En al een jaar of 15 betrokken bij deze hele gebiedsontwikkeling. We staan hier in het spoorpark. Het is een ontwikkeling van de spoorzone van Breda, waarin we als belangrijke doelstelling hadden om hier echt een aangename plek van te maken. Een verblijfsplek, een landschap langs het spoor die zich uitstrekt van de grenzen aan weerskanten van de stad. Dus echt de buitengebied, het landschap de stad inhalen. Dat is een van de voorname doelstellingen daarin. En dit is eigenlijk het meest gecultiveerde, het hoogstedelijke gebiedje daarin, midden in het centrum. De grote kerk ligt hiernaast, zeg maar. Staat hiernaast. En dit is ook het gebied waar het grootste programma zit, met kantoren, met wonen, met een hotel, met horecafuncties. Heel veel parkeren wat onder het landschap aanwezig is. En nou, dat maakt ook dat dit wel een hele interessante ontwikkeling is, die heel centraal staat, zeg maar, in dit gebied. We hadden als Breda altijd de ambitie om een internationaal vestigingsmilieu te maken. Nou, met een HSL-station hierachter is dat natuurlijk een hele goede basis om dat ook verder uit te bouwen. We willen ook hiermee uitstralen van dit is een soort nieuw centrum van de stad. En als mensen met de trein, zijn er toch straks 50.000 per dag, die willen we gewoon in een park de stad in laten komen. En dat was echt wel een van de belangrijke doelstellingen hierin. Het lastige in dit soort ontwikkelingen is dat je natuurlijk met verschillende partijen te maken hebt die allemaal een stukje doen. Hè. Je moet voorkomen dat er hekken tussen komen te staan, dat iedereen zijn eigen deel ontwerpt en dat je dan eigenlijk die samenhang verliest. Vrijwillig partijen uitdagen om zo'n tuin te maken, dat lukt soms wel, maar soms ook niet. Dus dan ben je veel te kwetsbaar. Nou, we hebben het geluk gehad als Breda konden we op een gegeven moment ontwikkelrechten van NS overnemen. NS was voorheen grondbezitter. Hier lag er namelijk een rangeerterrein hier op deze locatie. We konden die ontwikkelrechten overnemen en daarmee konden we ook eisen stellen aan alle ontwikkelaars die hier een plek gingen invullen. En we hebben gewoon al meteen gezegd, het spoorpark is gewoon het hoofditem hier. Dus je moet zorgen dat je als gemeente, in dit geval hebben wij gewoon partijen dat op kunnen leggen. Dit willen we maken. Dit zijn de minimale eisen die we stellen. Dat is een heel belangrijke, maar ik denk dat het ook heel veel zit in overtuigingskracht. Dat we een stad hebben waar eigenlijk iedereen van doordrongen is. We moeten serieus met het groen omgaan. We moeten serieus groen toevoegen in de stad. We willen stad in een park zijn. Dus op alle gelederen, zeg maar, van alle schaalniveaus binnen het gemeentekantoor, zeg maar, van bestuurslagen tot de uitvoerende mensen, moet je dat verhaal gewoon kunnen vertellen en aan iedereen kunnen overdragen. En ik denk dat deze ontwikkeling laat dat al zien als eerste. Die kwaliteit is hoog en dat is ook weer makkelijker om dan de volgende partij ook weer daarin mee te krijgen. Dat helpt.